Zo, welkom iedereen voor tijdens deze webinar. Hoe kies je en gebruik je een gsm-abonnement? Bij WITECARE werken we heel veel rond digitale inclusie en we organiseren regelmatig webinars rond het gebruik van computermateriaal, maar gsm's zijn ook apparaturen die we vaker en meer gebruiken. We gaan dat zo dadelijk zien. Het is in het kader van een partnership met Orange dat we deze webinar organiseren. Later praat ik daar meer over. Dus alleszins, gsm's zijn, bijna iedereen heeft een gsm op zak. Het is belangrijk in dat opzicht om dus iedereen het juiste gsm-abonnement aan te bieden. Of ook je abonnement correct in te stellen en je gebruik correct in te stellen. Deze webinar wordt opgenomen voor diegenen die nadien online de webinar willen herzien of gewoon zien die er vandaag niet konden bij zijn. En dus voor alle duidelijkheid, voor diegenen die erbij zijn, schakel je microfoon en camera uit indien je niet gezien of gehoord wilt worden. En de chat is er, dus aarzel zeker niet om je vragen daar te stellen. Grosso modo in drie delen opgesplitst. We beginnen met een overzicht van het gebruik van de smartphone. Dus wat is de stand van zaken vandaag in België? Ten tweede, hoe kies je en gebruik je een gsm-abonnement? Iedereen heeft een gsm op zak, maar daarmee heb je nog geen gsm-abonnement. Dus daar moeten we ook wel een en ander duidelijk maken, zodat iedereen een gepast abonnement heeft bij zijn of haar smartphone. En tot slot de vragenronde indien er zijn. Dus ik stel voor dat we beginnen met het gebruik van de smartphone. De cijfers zijn van dit jaar, van begin september. Ze werden gepubliceerd door de Koning Boudewijn Stichting, die elk jaar een barometer digitale inclusie publiceert, in samenwerking met verschillende universiteiten in België. En een van de observaties is dat er een toename is aan elektronische digitale apparatuur bij iedereen. Dus we zien dat de laptop bij de Belgische gebruikers, Belgische inwoners, sterk toeneemt. Van 53% in 2019 tot 68%, dus 15% meer in 2021. De tablet neemt toe, het gebruik van de smartphone of gsm neemt toe. Andere geconnecteerde apparaat daalt daarentegen. Maar dus we zien dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van digitale apparatuur. En de koploper is, en daarom ook dat we deze webinar organiseren, de koploper is een smartphone of gsm. Met 90% van de Belgische bevolking die een smartphone op zak heeft, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe dat je met het internet kan verbinden, mobiel, vast of de twee. En het blijft sterk toenemen, minder sterk dan de laptop. Met 5% in 2 jaar tijd is toch wel veel. 90% van de bevolking is statistisch gezien ook wel zeer relevant. We zien daarnaast ook, dus ik zei het net, 90% van de bevolking die een smartphone bezit, dus bijna iedereen. Er zijn twee doelgroepen die we even waar we even extra duiding over willen geven. Ten eerste de jongeren. Ze hebben de reputatie om allemaal een smartphone of gsm te hebben, is bijna correct. Ze zijn met 97% volgens de barometer nog altijd om een smartphone of een gsm te hebben. Dat is de digital native generatie. Ze worden bij wijze van spreken met een smartphone in de hand opgegroeid of geboren.
Daarentegen staat dat er nog altijd 3% geen smartphone bezit. Dat wil niet zeggen dat ze het niet kunnen gebruiken. Voilà. Dus een interessant cijfer om mee te geven. En een tweede doelgroep waar we even graag bij willen stilstaan, dat zijn de vrouwen. We zien dat de vrouwen vaker meer gsm's gebruiken, smartphones gebruiken, dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep. En dat is gekoppeld, dat is de zin er net onder, aan het feit dat vrouwen jammer genoeg deel uitmaken van minder geprivilegieerde doelgroepen of groepen. En dat ze dus minder computers hebben, draagbare computers of vaste computers. En bij gevolg dus moeten gebruik maken van een smartphone. Smartphone is bij die minder geprivilegieerde doelgroepen een eerste, ja, een eerste digitaal contact. Excuseer, ik krijg notificaties op mijn bureauscherm. En is vrij lastig. Zo. De criteria om te behoren, hè, bij wijze van spreken of tussen aanhalingstekens, tot een minder geprivilegieerde doelgroep is gebaseerd op wetenschappelijke observaties. Er wordt niets getrokken. Dus dat zijn mensen met ten eerste een lager inkomen. Minder geld wil zeggen dat je minder geld hebt om digitale apparatuur te kopen. Als je een toestel hebt, dan hou je het bij dat ene toestel en ga je niet een smartwatch plus een smartphone plus nog eens een iPod plus dit plus dat gaan kopen. Dus dat beperkt natuurlijk de toegang tot digitale apparatuur. Lager opleidingsniveau, omdat ze vanwege hun professioneel beroep, hun beroep, minder op hun computer moeten werken nadien in hun loopbaan, dat ze het minder goed kunnen gebruiken. En tot slot ook de geïsoleerde gezinnen of alleenstaande personen behoren ook tot die minder geprivilegieerde doelgroepen en waarvan we weten dat ze jammer genoeg minder toegang hebben tot digitale apparatuur. Voilà. Elementen die we graag meedeelden met jullie. Nu, we weten hoeveel mensen een smartphone bezitten. Gemiddeld 90% van de Belgische bevolking. Maar daarmee zijn ze no nog niet verbonden aan het internet. We zien dat er daar ook heel wat evolueert. En we zien ten eerste dat een vaste internetverbinding, dat wil zeggen een wifi-verbinding, achteruit gaat. We zien tussen 2019 en 2021 dat het van 57% naar 52% daalt. Ten gunste van enkel mobiele verbinding. De grafiek die ik toon geldt enkel voor soorten aansluitingen bij gebruikers die enkel een smartphone of gsm hebben die toegang heeft tot het internet. Dus diegenen die en een computer en een smartphone hebben, komen in een andere categorie terecht. Alleszins, we zien voor die persoon die enkel een smartphone hebben, wordt mobiele verbinding toch wel veel belangrijker. Neemt toe met 2% voor diegenen die enkel mobiel connecteren en met 4% voor diegenen die eigenlijk hybride connecteren en wifi en mobiel. En als we het nog hebben over de verbindingen, dan zien we dat het nog altijd de jongeren zijn en de mensen met hogere inkomens die verschillende apparaturen gebruiken om zich te verbinden tot het internet. Is ook logisch met wat ik daarnet zei over het feit dat 97% van de jongeren een gsm of smartphone hebben en dat hogere inkomens ook meer apparatuur hebben,
bij gevolg ook meer apparatuur met het internet kunnen verbinden. Zo. Om nu de stap te zetten naar het vervolg van de webinar, ga ik een beetje dieper op in de cijfers. Dus over het algemeen, dus ongeacht hoeveel apparatuur de mensen thuis hebben, enkel smartphone, enkel computer of de twee, zien we dat de vaste aansluiting, dus de verbinding tot het internet via wifi, toeneemt. Nu is met in 2 jaar tijd met 4% gestegen. En dat de mobiele aansluiting met 12% in 2 jaar tijd is gestegen. Is heel veel. Hè. Verhoudingsgewijs is toch veel. Dus dat wil zeggen dat er veel meer mensen met 3G of 4G verbonden zijn. En dus dat versterkt ook de noodzaak om om iedereen een correct abonnement te geven, dat iedereen zijn abonnement ook goed kan beheren. En dat onderlijnt tot slot ook een groeiende behoefte aan een digitale begeleiding rond smartphone en rond het beheer van die abonnementen. Het telecomlandschap in België evolueert sterk, constant. We weten dat er 3 grote operatoren of operatorgroepen, telecomgroepen zijn met die een infrastructuur hebben en beheren. Enerzijds Orange. Proximus ook, en dan de groep Telenet Base. Dus dat zijn de 3 operatoren, de 3 grote en grootste operatoren in België, die over een eigen marktaandeel van de fysieke infrastructuur, dus de kabels in de grond en de gsm-masten bovengronds, beheren. Vanwege het feit dat zij de grootste spelers zijn, bieden ze ook meer diensten aan. Dus ze hebben een bredere waaier aan diensten die de klanten, waar de klanten beroep op kunnen doen. Ze hebben meer winkels, fysieke winkels. Je kan letterlijk een Proximus, Orange of Base winkel binnenwandelen. Maar voor de eindgebruikers, de burgers, zoals jullie en mij, is het vaker wel duurder. Net vanwege het feit dat ze enerzijds met weinig zijn op de markt. En eerder weinig zijn om die infrastructuur te beheren. Dus ze hebben geen monopool, maar voilà, elk in hun eigen regio hebben ze toch wel heel veel te zeggen. Dus weinig concurrentie op dat vlak gaat binnenkort wel veranderen. En natuurlijk, gezien ze met minder spelers zijn, kunnen de prijzen verhogen. Er zijn operatoren zonder infrastructuur. Er zijn er heel veel. We geven er hier 5 mee. Hey, Voo, Youfone, Mobile Vikings, Scarlett. En zij maken gebruik van de infrastructuur van de 3 vorige groepen, Orange, Proximus of Telenet Base. Vanwege het feit dat zij niet over hun eigen infrastructuur beschikken, kunnen ze ook minder diensten aanbieden. Ze hebben niet per se winkels, dus je kan niet per se bij een winkel binnenstappen om je abonnement te vervangen, te veranderen of gewoon vragen stellen aan een verkoper. Ze zijn daarentegen over het algemeen wel goedkoper. Dus ten opzichte van de grotere operators. En de toekomst heeft toch wel een paar nieuwigheden in petto. CityMesh gaat, en dat is begin deze week of in de loop van deze week gecommuniceerd geweest, gaat zelf een deel van de infrastructuur investeren in nieuwe infrastructuur. En dus CityMesh gaat in de toekomst hier in deze groep toebehoren. En zij gaan het mobiele netwerk net uitbreiden om meer gsm-masten in België te plaatsen.
Daarmee gaan ze ook het 5G-netwerk uitbreiden. Nu, het 5G-netwerk is nog in een pilootfase. Ik weet dat er in een paar steden in Vlaanderen testen aan de gang zijn, of dat ze het stapsgewijs aan het uitbreiden zijn. In Brussel en in Wallonië bestaat die infrastructuur nog niet. En is er bijgevolg ook geen 5G. En het feit dat er een nieuwe speler op de markt komt, hè, hier binnen deze groep in de toekomst, gaat ervoor zorgen dat er meer concurrentie is. En dus meer concurrentie gaat er ook voor zorgen dat de prijzen verlaagd worden. En behoort terloops gezegd ook binnen de Europese doelstellingen om meer operatoren te hebben en lagere prijzen te hebben in België, omdat we bij de duurdere of zelfs de duurste landen zijn in Europa om telecommunicatie te hebben. Citymesh, kleine anekdote, is operator die vandaag alle wifi- en connectiviteitsverbindingen in de luchthaven van Zaventem beheert. Voilà. Dus ze zijn gekend, ze beheren al een vrij belangrijke infrastructuur en luchthaven qua connectiviteit is zeer belangrijk. Voilà, dit was dus de context. We zagen dat er heel veel mobiel gebruik is. We zien dat er heel veel smartphones in omloop zijn, 90% van de bevolking. Meer en meer mobiel gebruik in samenwerking of gewoon complementair aan een wifi-verbinding. En dus hebben we een kleine module gemaakt op 123 Digit over hoe je een gsm-abonnement kan kiezen en gebruiken. We hebben ingedeeld in twee grote delen. Eigenlijk een beetje meer ga ik zo meteen op terug. Ten eerste begrijpen hoe een telefoonabonnement eruit ziet, hè. Hoe je dat ontcijfert. Je moet kunnen bellen, je moet berichten kunnen sturen en je moet op het internet geraken. Nadien is er een groot deel besteed aan het gebruik of je verbruik beheren. Hoe je een abonnement kan aanvragen, welk abonnement het best gepast is. Hoe je van een abonnement kan veranderen. Je smartphone instellen. Gaan we zo meteen zien. En de module is natuurlijk, zoals gewoonlijk op 1, 2, 3 Digit, met kleine quiz en video's gevuld, zodat het ludiek is voor iedereen. Ik ga even van het scherm moeten veranderen om naar 1, 2, 3 Digit te stappen. Een, twee, drie Digit, voor alle duidelijkheid, voor diegenen die het misschien niet weten, is een gratis platform. Je hebt er wel een account voor nodig. Voilà. Dus moesten jullie na verloop van deze webinar graag de module gaan zien, dan wil ik jullie er op wijzen. Jullie hebben, en ik sta hier in het Frans. Excuses. Het platform is dus tweetalig, Frans en Nederlands. En jullie hebben hier via de leermiddelenbibliotheek een sneltoets naar de verschillende thema's. Dus rond e-banking, online administratie, gezondheid, mobiliteit, etc. De module die we vandaag gaan bespreken staat onder de module smartphone en tablet. Gezien dat het rond mobiele telefonie gaat. Jullie zien hier de rode knop, nieuw, kies. Hoe kies je in gebruik je een gsm-abonnement? En als je daarop klikt, dan komt hij hier terecht. Ik zeg er ook meteen bij dat er twee vandaag, en dus op tijd van deze webinar, twee hulpmiddelen beschikbaar zijn: een interactieve opleiding en een samenvattingsfiche. We gaan heel binnenkort, dat zal in de loop van volgende week, ook een leidraad online zetten. Kunnen jullie vandaag nog niet raadplegen, maar komt er zeker bij.
En de leider had die natuurlijk voor jullie als digitale begeleider. Jullie helpt jullie die coaching sessie voor te bereiden. Als ik nu de interactieve oefening klik, dus zien jullie hier eerst en vooral de inhoudstafel, dus ingedeeld met verschillende thema's en hier en daar een klein spelletje of een kleine quiz, zodat de cursisten die zelf de oefeningen zouden willen doen, of dat jullie klassikaal de oefeningen zouden willen doen, dat het natuurlijk steeds leuker blijft en dat er ook een pedagogische meerwaarde is, zodat alle theorie, bij wijze van spreken, goed doorsijpelt, dat iedereen dat mooi onder de knie heeft. Dus de verschillende gsm-abonnementen, hoe je een abonnement best kan kiezen, wat de verschillende criteria zijn, je verbruik beheren, als je je abonnement wilt wijzigen of opzeggen. En tot slot ook een tweedehands telefoon kopen. En een samenvattingsfiche die voor de cursisten, digitaal kwetsbaardere doelgroepen, bestemd is, zodat zij dat kunnen afprinten en ook een samenvatting hebben van de hele module. Zo, dus als we het hebben over een gsm-abonnement, moeten we eerst begrijpen wat er standaard aangeboden wordt. Dus jullie zien dat het eerste, traditioneel eerste dat aangeboden wordt, zijn de berichten en de oproepen. Ja, dus dat zijn historisch de twee belangrijkste functionaliteiten. Ik ga alle tekst niet voorlezen, maar we geven een paar tips om te begrijpen hoe je berichten kan sturen en in functie van welk soort berichten, ofwel instant messaging, dus met het internet verbonden via Messenger, WhatsApp, Telegram, Signal, noem maar op. Dat je best daar je gebruik of je abonnement aanpast. Of als je het weer bij sms'en houdt, dat je abonnement dat ook weerspiegelt. Oproepen. Als je weinig belt, veel belt, enkel in het binnenland, naar specifieke contacten trouwens ook. Als jullie heel veel met jullie familie bellen, maar eigenlijk met de rest van de wereld niet. Dat jullie binnen eenzelfde operatorgroep bellen. Voilà, dat zijn kleine tips die we hier meegeven, waar jullie op kunnen letten, voor jullie zelf of voor jullie cursist. En heel belangrijk ook is, deze derde belangrijke element, het mobiel internet, het volume data dat je in je abonnement kan opnemen, in megabyte of gigabyte uitgedrukt. We hebben vandaag de dag heel weinig of geen abonnementen met oneindig volume. Zelfs 70 gigabyte is voor een smartphone al heel veel. Dus om goed te begrijpen wat de verschillende elementen zijn en dat bij de analyse van een abonnement, als jullie op een website gaan van Orange, Proximus of Base of een ander nog, goed begrijpen dat die drie niet per se aan elkaar gebonden zijn, soms wel, en dat je gebruik daaraan aangepast moet worden. Nee, dat je abonnement aangepast moet zijn aan je, of aangepast moet zijn aan je gebruik, niet andersom. En het verschil natuurlijk tussen mobiele data en wifi. Mobiele data, dat zijn de antennes in de straat. Dus ook, dat zijn dezelfde golven die gebruikt worden om te bellen. Terwijl wifi, dat is een doosje dat in het salon of in een bureau, in een gebouw alleszins staat. En dus dat is eerder op een vaste plek bestemd. Niet overal in straat, tenzij in sommige steden wel. Voilà, dat jullie dat zelf ook goed begrijpen. Dan de verschillende soorten abonnementen. Je kan een abonnement kiezen
zonder smartphone, dus enkel het abonnement, zonder verbindenis. Dus je zegt, ik bel voor gemiddeld 300 minuten per maand. Ik stuur 50 sms-berichtjes en ik gebruik 1 giga mobiele data. Voilà, kan ik enkel dit gebruiken. Ze zegt, ik wil terloops ook een smartphone kopen. En ik weet dat ze bij Orange of Proximus een nieuwe formule hebben. Een bundel heet dat. Kan je en je smartphone kopen aan een lagere prijs. Eigenlijk is de prijs op verschillende maanden verspreid. Dus je betaalt per maand minder. Daar kom ik zelfs ook nog op terug. En kan je dus bundelen met een abonnement. Voilà. Dus die twee zijn... Dan moet je kiezen, heb ik een smartphone bij nodig of niet? Of hou ik mijn vorige bij? Een geblokkeerd abonnement wil zeggen dat je je gebruik gaat, gaat beperken. En dus dat je hoe dan ook nooit buiten je abonnement kan gaan. Dus bij een standaard abonnement betaal je... Zeg bijvoorbeeld 20 euro om te kunnen bellen. En voor 20 euro kan je 300 minuten bellen. Als je vanaf de 301ste minuut ga je dan extra betalen buiten je abonnement. In een geblokkeerd abonnement zou je 300 minuten kunnen betalen en geen minuut extra. Dat is het belangrijke verschil. Voor ouders is dat interessant indien ze het gebruik van hun kinderen willen beperken, dat ze niet zomaar de hele planeet of al hun vrienden urenlang oproepen. Dus is bijvoorbeeld voor die dit scenario een interessante formule. Dan heb je pakketten, ga ik niet te diep op ingaan. De module gaat er zelf trouwens ook niet te diep op in. Dat is wanneer je een telefoonabonnement bundelt met internet en of televisie. Voilà. Dus je kan natuurlijk de twee of de drie ook combineren. Ik zei het, kies je voor een abonnement zonder smartphone of met smartphone, dan is er ook een ander prijskaartje aan gebonden. En interessant voor jullie en voor de cursisten is om de oefening zelf eens te doen. Dus ik ga jullie hier tonen of het eigenlijk mathematisch een goed of een slecht idee is om een gsm te kopen met een abonnement. Zo. Dus eerste scenario, we hebben Rudy en hij heeft een nieuwe smartphone nodig en hij wil daarmee wel zijn abonnement kopen. En het voorstel is, het aanbod, is dat hij een smartphone koopt aan 99 euro per maand plus een abonnement aan 45 euro per maand voor een contract van minimum 24 maanden. Een tweede scenario is dat Maria een smartphone koopt in een andere winkel of zelfs per provider. Doet er niet toe aan 819 euro. En dat haar abonnement slechts 15 euro per maand kost. Dus dat is per maand veel minder qua abonnement. En als je dan de berekening doet, dan zou je eigenlijk hier dus een eerste keer 99 euro betalen voor je smartphone en 45 voor je abonnement. Dat komt op 1179 euro terecht. Maar als je de smartphone apart koopt en dan je een lager abonnement koopt, dan komt dit op dezelfde prijs terecht. Nu, let wel, en daar moet je zien wat het interessantste is. Een smartphone aan 99 euro ben je wel verplicht twee jaar, dus 24 maanden lang dat contract bij te houden. Er zijn kosten om uit dat contract te stappen.
Hier, je smartphone kost je op 2 jaar tijd 1.179 euro. Maar je smartphone ga je misschien langer gebruiken. Je abonnement kan je ook veranderen voor iets goedkoper, iets duurder. Voilà. Dus daar moet je zien wat het beste is. Het aankoop van een smartphone met een gsm-abonnement is soms duurder dan de twee apart te kopen. En we bieden jullie trouwens een kleine oefening aan die jullie zelf kunnen doen als jullie dat zelf willen nagaan of samen met de cursisten willen doen, waar jullie bij bijvoorbeeld Orange of Proximus de tarieven kunnen gaan bekijken en dan gaan zetten welke prijzen jullie zien. Dus ik heb een abonnement, ik heb een gsm gezien, bijvoorbeeld bij de Mediamarkt, aan 500 euro. Ik heb een abonnement aan 25 euro, laten we zeggen opnieuw op 24 maanden tijd. Kost mij 1.100 euro in plaats van wat we net hadden gezien, hè, in het scenario van Maria, waar zij, was het, 819, denk ik, 15 en 24, voilà, komt iets duurder uit. Voilà, dus kan je zien of zelfs een gsm en 99, oops, 99 euro was 45 maal 24. Voilà. Dus dat moet jullie, dat is een leuke oefening om te doen. En indien jullie mensen begeleiden die de vraag stellen, kan het interessant zijn om goed te begrijpen hoe de twee ineen zitten. Voilà. Ik ga snel door. De verschillende abonnementen met verbintenis, dus met smartphone, hè, of zonder smartphone, wat erin begrepen wordt, wat de voordelen zijn hier, hè, in de derde kolom, wat de nadelen zijn. Is het duurder, is het goedkoper? Wat win je eraan? Wat verlies je ten opzichte van de rest? En dan een beetje gecaricatureerd, maar toch wel een zekere duiding. Wie zijn de typische doelgroepen die gebruik maken van zo'n soort abonnementen? Ik ga het lijstje niet doorgaan, maar het kan nu wel interessant zijn om de vraag te stellen hoe situeer ik mezelf of hoe situeert de begunstigde, de cursist zich? En dus naar gelang wat ze antwoorden. Weten ze wat ze best kunnen kiezen? Om een gsm-abonnement te kiezen, moet je goed opletten op je verbruik. Dus moet je zelf begrijpen of weten wat voor gebruik dat je hebt van telefonie, berichten of mobiele dataverbruik. Moet je ook zien dat je een goede netwerkdekking hebt. Ik ga snel tonen hier. Dus is het BIPT toont per operator trouwens hoe de dekking in België is. In Vlaanderen is dat vrij goed. In de Ardennen zien jullie voor Orange dat er wat te rodere plekken zijn. Dus als ik Telenet neem, Telenet is standaard een Vlaamse operator, dus is natuurlijk heel sterk aanwezig in Vlaanderen, iets minder in de Ardennen en dus. Of in Wallonië. En dus ook logisch dat er rodere, donkerdere plekken zijn. Het is interessant om te weten als jullie bijvoorbeeld vaak in Ardennen op vakantie gaan wandelen. Dus hoe dat het netwerk eruit ziet. Zo, dus je netwerk, weten of je in de stad of in het platteland woont, waar dat er de meeste gsm-masten zijn en dat u dus ook de correcte provider kiest, waar dat de meeste gsm-masten van zijn in jouw buurt. En dan de prijs, zien wat de verborgen kosten zijn. Dus als je zegt, ik koop een gsm aan 99 euro,
is maar deels correct, want je abonnement is dan duurder en dat goed begrepen is. Dus als je een abonnement kiest, dat dat ook mee in rekening wordt genomen. Een kleine video waar dit ook nog eens in wordt uitgelegd, ga ik natuurlijk niet tonen, maar het beste tarief.be is wel een leuke website waar dat jullie zelf of voor de cursisten kunnen berekenen op basis van jullie huidige abonnement wat het beste abonnement nu zou zijn. Om te sluiten een contract af op een bepaalde tijdstip. En we gaan natuurlijk niet om de 2 maanden van abonnement veranderen. Dat blijft, als dat voor onbepaalde duur is, dan blijft dat natuurlijk doorlopen. Maar is misschien onder de prijzen zijn misschien voordeliger of nadeliger geworden. Dus kan het interessant zijn om dit te berekenen. Is een officiële website. Kunnen jullie raadplegen? Zo. En dan nog kleine wetens hè, over welk netwerk het best werkt in jouw regio. Ik heb de kaart net getoond dat jullie kunnen bekijken. Meer weten over operatoren. Wie zijn de verschillende operatoren? Hoe? Ik zie dat er een bericht is van Herman. Ik ken de website niet. Zend antennekaart, omgeving Vlaanderen. Ja, dus zal waarschijnlijk. Ik er nu niet meteen op klikken, maar zal waarschijnlijk wel op hetzelfde neerkomen als dit. Maar dan specifiek op Vlaanderen toegepast. Bedankt voor de link, alleszins, Herman. Voilà, de formules vergelijken. Interessante website. Astel, er bestaan er heel veel hè, websites. We hebben hier eentje meegegeven om de vergelijkingen te kunnen doen tussen verschillende abonnementen. Je weet ook dat er een sociaal tarief bestaat, telefoontarief, en dat in bepaalde voorwaarden mensen dat sociaal tarief kunnen aanvragen. Telecomoperatoren zijn verplicht om een sociaal tarief te bieden. Dus ik zei aan het begin van de webinar dat we in België bij de duurste telecomoperatoren hebben in Europa, vandaag toch. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dezelfde hoge prijs moet betalen. Diegenen met lagere inkomsten, die minder begunstigd zijn, mogen wel een sociaal telefoontarief aanvragen. Dus meer informatie staat op deze website. Dus ik raad jullie aan om dit ook te raadplegen. Dat de mensen niet onnodig een te hoge factuur betalen. Voilà. Dit is een kleine tabel om eigenlijk te zien dat jullie ook kunnen afdrukken trouwens. Is hier een pdf-versie. Er zijn een paar vragen die je zelf of aan een begunstigde of cursist kan vragen om in te vullen. Wat is het maximale bedrag dat ik per maand kan besteden aan mijn telefoongebruik? Dus zie eerst wat al je andere kosten zijn en hoeveel wil ik overhouden aan mijn telefonie. Als het sowieso minder dan 20 euro is, beperkt dat natuurlijk mijn verbruik de soort abonnementen dat ik kan aanvragen. Liever in bundel of maandelijkse betaling of prepaid. Dus betaal ik sowieso 15 euro, ik verbruik de 15 euro. En nadien vul ik wel aan, zodra dat die 15 euro op zijn. Voilà, welke bundel is voor mij best gepast op basis van een tabel eerder vermeld, een beetje hoger in de module. Wat is mijn gemiddelde internetverbruik? Dat ik ook een abonnement heb
een abonnement, dat gepast is aan mijn gebruik en dat ik niet te veel moet betalen zodra ik in de buurt kom van mijn limiet. Opgegeven door mijn abonnement. Voilà. En dus in functie van het soort profiel dat je hebt, ga je natuurlijk meer of minder berichten, meer of minder minuten of meer of minder mobiele data hebben in je abonnement. Dus je hebt de hipster, degene die bewust weet wat hij of zij nodig heeft, degene die internationaal belt, veel naar het buitenland, degene die voorzichtig is, de occasionele gebruiker voor wie prepaid misschien wel goed is, of de zelfstandige, een werkende mens die misschien vaak aan de telefoon moet zijn of heel veel op stap en dus veel mobiele data nodig heeft, bijvoorbeeld. Zo, kleine spelletjes, kleine quizvraagjes, zodat jullie ofwel klassikaal, individueel of een cursist de content van hierboven nog kan doornemen. Een ander interessant of eigenlijk interessant en belangrijk onderdeel van de module is het verbruik. Dus in deze video geven ze heel wat tips om je mobiele dataverbruik te beperken. Je wilt niet zeggen dat je minder op het internet moet surfen, niet per se, maar dat je wel beter moet omgaan met je instellingen. Bijvoorbeeld, zorg ervoor dat je telefoonapplicaties niet in de achtergrond blijven mobiele data gebruiken om bijvoorbeeld je Facebook-feed constant te refreshen, terwijl dat de applicatie niet openstaat, in de achtergrond misschien wel openstaat, dat het weer constant updates doet, of zelfs als je een mobiele applicatie hebt van nieuwsberichten, dat je elke keer dat je een notificatie krijgt, wil dat zeggen dat de applicatie informatie van het internet gaat halen. Voilà, dus dat je goed en bij gevolg ook zuiniger omgaat met je mobiele data. Als je bijvoorbeeld heel veel naar video's kijkt, schakel eerst over naar een wifi-verbinding als je thuis bent of op kantoor of in een openbare plek waar dat er een wifi-verbinding is. Privilegieer eerst een wifi-verbinding. Kleine tips die willen handig zijn om je verbruik te verminderen. Gebruik ook video's met een lagere kwaliteit. Zijn kleine tips. In deze oefening gaan we Edwin helpen. Hè? Dus hoe kun je besparen op je gsm-bundel of abonnement? Dus denk je dat applicaties op je gsm internet verbruiken als je je telefoon niet gebruikt? Voilà, dus sociale media, nieuws, weer e-mail gebruiken. In de achtergrond altijd een beetje internet. En het zijn dus een som van die kleine beetjes die uiteindelijk toch wel heel veel grote volumes doen. Ik ga de hele oefening niet doen, maar het is wel interessant om zo via de vraag van de heer Edwin goed te begrijpen hoe het allemaal ineen zit. Want ik zie dat ondertussen de tijd loopt. Voilà. Je kan ook zien hoe je je instellingen kan aanpassen op Android en iOS. Dus Android, Samsung, Xiaomi, wat is het nog allemaal? De Android gsm's en iOS, Apple. Huawei is ook een Android. Zocht ik naar. Voilà. Kleine informatieblokjes over roaming. Dus als je naar het buitenland gaat. Let bijvoorbeeld op als je in de Alpen gaat, in Frankrijk. Je gaat skiën bijvoorbeeld. Het is binnenkort winter. En je bent vlakbij de Zwitserse grens. Als je dan dichter bij de Zwitserse grens bent en dat de eerste dichtstbijzijnde mast een Zwitserse mast is,
Dan schakel je over naar eigenlijk een Zwitsers netwerk. Dan ben je eigenlijk buiten de eurozone. Dus roaming internationaal. Soms als je langer op reis gaat, is het interessant om een prepaid kaart te kopen in het land zelf, dat je eigen abonnement niet consumeert of dat je buiten je abonnement de criteria van je abonnement betaalt. Dus een kleine tips daar rond. En dus ook waar nodig bijvoorbeeld de roamingmodus uitschakelt. Kleine tips ook om je abonnement te wijzigen. Dat kan schriftelijk, per mail, online, in de winkel of per sms. Het is eens dat je een abonnement hebt, een telefoonabonnement hebt, is het interessant om te weten hoe je het kan vervangen. Als je zegt, ik gebruik sinds kort veel meer mobiele data of ik bel veel meer of veel minder. Dat je weet hoe je je abonnement kan vervangen. Je kan je telefoonnummer behouden, dus je moet het wel aanvragen als je van provider verandert. Kleine tips om je abonnement te wijzigen. Naar gelang je een smartphone had gekocht binnen je bundel, zonder smartphone. Kleine tips die we hier meegeven. Let op, als je een smartphone had gekocht met je abonnement en dat je binnen de 12, 24 maanden je contract opzegt, dan ga je wel extra moeten betalen. Daar zijn extra kosten aan gebonden. Indien je van abonnement verandert zonder dat je een verbintenis had, dan zijn er geen specifieke kosten aan verbonden. Als je een televisie- of internet- wifi-verbinding had in je bundel, dan kan je ook beroep maken op Easy Switch en van operator veranderen. Voilà, kleine tips die jullie hier kunnen raadplegen, zelf of jullie cursisten altijd. Kleine quiz opnieuw. En dan tot slot, voor diegenen die misschien geen abonnement willen, geen smartphone willen kopen met een abonnement bij een bestaande provider, maar eerder zeggen ik wil tweedehands, vanwege financiële, ecologische, ethische redenen, liever een tweede leven geven aan een smartphone, dan kan dat via Backmarket, A Smart World of Forza Refurbished. Forza Refurbished is wel enkel voor Apple-producten. Zeker meteen bij. En deze websites of deze organisaties kunnen jullie oude gsm's of smartphones ook soms overnemen. Jullie krijgen soms een korting. Operatoren doen dat ook. Proximus, Orange, Base, Telenet nemen ook vaak jullie oude telefoon over, zodat jullie op het uiteindelijke prijskaartje een kleine korting zien. Is interessant om te weten. Opnieuw, denk aan die oefening waar je kan berekenen hoeveel kost mijn smartphone mij en hoeveel kost mijn abonnement per maand op een gegeven periode. In die vergelijking is het interessant om eventueel een tweedehands telefoon ook te raadplegen. Voilà, we hebben ook een samenvattingsfiche ter beschikking gesteld. Oops. Op 1, 2, 3 digit. Alles wordt, zoals de naam het logischerwijze zegt, wordt erin samengevat met de belangrijkste tabellen waar je de verschillende soorten abonnementen hebt, met de voordelen en nadelen voor wie het is, de verschillende operatoren die vandaag bestaan, als je je verbruik wilt verminderen, waar je op moet letten, de verschillende procedures, abonnement met smartphone aanbiedingen, let daar dan wel op. Dan, als je zelf wilt nagaan wat voor gebruik
Heb ik ofwel wat voor abonnement heb ik nodig? Kunnen jullie hier opnieuw die vragenlijst afdrukken en zelf ook invullen, zodat de personen, of jullie zelf, kunnen zien, uiteindelijk behoor ik tot die of die probleem. Ik schakel heel kort over naar de PowerPoint-presentatie weer. Dus dit was het voor de demo op 1, 2, 3 Digit. Heel kort, we organiseren trainde traineropleidingen dus voor digitale coaches. Let wel, ze zijn in het Frans binnen het kader van een partnership met Orange. Dat is in Brussel. Dus we geven meer opleidingen voor digitale begeleiders. We geven trouwens ook opleidingen voor cursisten van alle niveaus. En we geven ook allerlei thematische webinars. De volgende zijn, als ik mij niet vergis, rond ouderschap, veiligheid online. Voilà. En jullie kunnen trouwens ook het Orange Digital Center bezoeken. Heel leuk in Brussel. Er is een lasercutter, een 3D-printer. En dus je begrijpt echt hoe een 3D-printer werkt, wordt allemaal uitgelegd. Hoe een zonnepaneel eruit ziet. Eigenlijk, je ziet het altijd op het dak staan, of van de grond, of van het gebouw aan de overkant van de straat. Maar je begrijpt nooit hoe, enfin, ik zelf toch, hoe het allemaal ineen zat. En dus je ziet hoe de kabels met elkaar verbonden zijn en hoe het allemaal werkt. Dus ze hebben daar een Fab Lab. Is wel interessant en maakt de digitale omgeving en de technische omgeving, de wereld waarin we leven, ook een beetje minder obscuur. Zo, voilà, Digital Academy, dus opleiding voor digitale basisvaardigheden of voor digitale begeleiders. Als er vragen zijn, dan ga ik ze meteen nakijken in de chat of aarzel zeker niet om het woord te nemen. Nu, zodat we samen in gesprek kunnen gaan rond mobiele abonnementen. Ik zie een bericht van Malou over volume. In een abonnement. Veel mensen hebben geen benul wat bijvoorbeeld 1 gigabyte betekent. Is waar, als ik nu zou rondvragen, weten jullie hoeveel wat het digitale gewicht is van een e-mail bijvoorbeeld? Dan is dat heel moeilijk te bepalen. 1 gigabyte. Mobiel is dat veel, op computer is dat heel weinig. Voilà, voor mensen die een videootje gaat raadplegen, dan kan dat snel oplopen. Terechte opmerking. De tools die dat voorgesteld worden, vragen wel wat je internetgebruik is. Dus ga je op sociale media, stuur je vaak foto's door naar vrienden via WhatsApp, Messenger of Telegram en dergelijke meer. Stuur je enkel e-mails, zijn er bijlagen in je e-mails. Voilà, dus speel je spelletjes online. En dat helpt eigenlijk de berekening van de computer of van de website. Zorgt ervoor dat zij weten, oké, meer sociale media wil zeggen meer foto's, meer video's en altijd in de achtergrond nieuwe updates. En dus zij gaan dan berekenen, je profiel komt overeen met zoveel gigabyte. De burgers worden natuurlijk niet verwacht om zelf te weten hoeveel wat hun verbruik is. Maar het is een terechte opmerking. En dat van het e-mailadres. Als je verandert van operator, indien je een e-mail had aangevraagd bij je operator, kan het zijn dat je je e-mailadres kwijt bent. Dat ken ik niet. Ik heb zelf geen e-mailadres bij mijn provider. Zo. Ik zie dat Herman nog een interessante link doorstuurt. Ik ga die nadien
Ja, Malou, correct. Je kan inderdaad voor het e-mailadres een extern provider gebruiken. Dus Gmail, Hotmail, Outlook, ProtonMail. Er bestaan er verschillende. Ik wens jullie alleszins van harte te bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie deelname aan deze webinar. Indien er nog vragen zijn, ik zie dat in de chat er nog wat berichten binnenstromen, dan blijf ik nog wel even. En ik ga bij deze ook de opname stoppen. Bedankt iedereen en fijne namiddag en fijn weekend nog. Tot binnenkort tijdens onze volgende webinars over Paint User Digit.